Kijkers van harte, goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering bespreekt prioriteitsgebieden tijdens RRV. Centrale Bank kondigt officieel coupures van 200 SED en 500 SED aan. Suriname zet stappen naar duurzame kleinschalige goudsector. En Maritieme Autoriteit Suriname zet bestgeslaagde mungo in de bloemetjes. Gisteren, 16 augustus 2023, vond er een belangrijke regeringsvergadering plaats waarin het actieplan voor de tweede helft van de regeertermijn is besproken. Er is een coördinatiebureau opgericht dat bestaat uit deskundigen van alle ministeries om ervoor te zorgen dat de regeringsdoelen op tijd worden gehaald. Ook werd aangekondigd dat het Nationaal Woningbouwprogramma binnenkort veel projecten zal realiseren. Tijdens deze vergadering gaf minister Amar Ramadien van Volksgezondheid aan proactief bezig te zijn met het herstel van de gezondheidssector. De heer Mark Springer en minister van Volksgezondheid Amar Ramadien gaven een presentatie waarin ze de knelpunten en mogelijke oplossingsmodellen hebben besproken. Er werd gesproken over het moderniseren van de zorg, waaronder implementatie van een moderne basiszorgstelsel en elektronische patiëntendossier. Een zorgautoriteit zal ervoor zorgen dat verschillende programma's om de zorgsector weer op rails te krijgen wordt uitgevoerd. Dit plan wordt verder uitgewerkt. Daarnaast ging de president ook in op de medicatie die door India aan Suriname werd gedoneerd. De president benadrukte dat de distributie transparant moet zijn en dat de patiënten niet betalen voor de medicatie. Verder heeft de president vandaag een bijeenkomst gehouden met deskundigen vanuit de verschillende ministeries en het kabinet van de president die expertise hebben in projectmanagement. Deze deskundigen zullen helpen bij het monitoren en coördineren van het actieplan voor de tweede helft. Ze zullen nauwlettend toezicht houden op de voortgang van elk plan en evaluaties uitvoeren. Dit zal ervoor zorgen dat de doelen die door de ministeries zijn gesteld om de samenleving te verbeteren, zoals aanpakken van de prijzen, koersontwikkeling en brandstofprijzen, strikt worden gevolgd. Op die manier kan er tijdig worden ingegrepen wanneer dat nodig is, om te voorkomen dat zaken blijven liggen. Tijdens de regeringsvergadering van woensdag 30 augustus 2023 zal het coördinatiebureau haar eerste verslag presenteren. Er worden ook vertegenwoordigers van de samenleving uit de Nationaal Dialoog betrokken die ook invulling zullen geven aan monitoring van de uitvoering van het actieplan. Vrijf de heer Mark Romy voor aanvang van de regeringsvergadering ook een presentatie gegeven over het landelijk woningbouwprogramma fase 1. Dit programma is bedoeld om de woningnood in Suriname aan te pakken. Tijdens de presentatie zijn verschillende verkavelingsprojecten besproken waaraan het team momenteel werkt. Naast de aanpak van woningnood wordt er ook gekeken naar infrastructuurverbetering en worden diverse financieringsmodellen overwogen, inclusief samenwerkingen met de particuliere sector, de Public-Private Partnerships, de PPP-projecten. De komende dagen zal de samenleving uitgebreid worden geïnformeerd over de uitvoering van het programma en hoe de gemeenschap ten goede zal komen. Met dit project wordt de Surinaamse bevolking meer zekerheid geboden als het gaat om het hebben van een woning. De Centrale Bank van Suriname heeft officieel het in relatie brengen van bankbiljetten met een waarde van 200 SED en 500 SED aangekondigd. Deze coupures zullen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 worden ingevoerd. De leiding van de moederbank is tijdens een persconferentie op donderdag 17 augustus nader ingegaan op dit besluit. Aangegeven wordt dat er geen sprake is van het uit de relatie halen van lagere coupures. Ook devaluatie is niet aan de orde. De reden van deze persconferentie ligt voornamelijk in het feit dat er de afgelopen tijd diverse beschouwingen zijn geweest in de media
over het voornemen van de bank om de hogere denominaties die net eerder zijn genoemd, te weten FRD 200 en FRD 500 te introduceren. En dat gebeurt niet vandaag. Vandaag is dus de officiële aankondiging hiervan. Wij willen vandaag gaarne met u onze inzichten delen om in ieder geval u en de samenleving over de redenen en het wel en wee hiervan van de zijde van de bank met u te delen. Ik zal meteen, alvorens we nader ingaan op vragen en straks misschien ook op nog een korte statement over andere beschouwingen die wij u willen voorhouden, wil ik toch allereerst ingaan op een drietal inzichten die in de media zijn verschenen. En ik zal ze niet kwalificeren nog als juist of onjuist, maar ik wil daar toch kort op ingaan, waardoor u in ieder geval al de eerste vragen die in de media te lezen zijn, dat ik daarop ben ingegaan. Allereerst, er wordt gesteld dat de operatie van de hogere nominaties bedoeld zou zijn om een lagere coupure uit roulatie te halen. Bijvoorbeeld de 100 gaat eruit, dan komt de 200 en de bank is dan voornemens om te zeggen, je moet die briefjes van 100 inleveren om dan een briefje van 200 voor in de plaats te krijgen. Dat is, en dat zeg ik u nu, onjuist. Er is totaal geen voornemen daarover. We hebben ook totaal geen enkel voornemen om bestaande coupures te vervangen. Er is geen enkele geldzuiveringsactie hiermee bedoeld. Een tweede bewering uit de media haal ik. En dat heeft te maken met het feit dat er wordt gezegd, ik las dat gisteren nog, sprake is van een devaluatie. Of dat eraan komt. Ik wil daar het volgende van zeggen. Allereerst, u weet dat de bank geen vast wisselkoersregime meer heeft. We hebben een zwevend wisselkoersregime en de koers wordt bepaald elke dag middels vraag en aanbod. En dat wordt 3 maal per dag gepubliceerd. Ik ga niet te diep in op de hele technicality hierover, maar natuurlijk kunnen we gaandeweg deze conferentie daar nader op ingaan. Maar ik maak nu vast de opmerking allereerst dat een devaluatie in ieder geval technisch niet op zijn plaats is. Maar daar is ook geheel geen sprake van. Bij een vastwisselkoersregime zouden de autoriteiten dat kunnen doen. Maar zoals ik heb gezegd, onze koers, het zijn depreciaties of appreciaties, dat loopt allemaal via vraag en aanbod en dat kan u dagelijks ook bij ons bekijken. En ik zei al een derde, toch, die ook in de media is verschenen. En dat is dat de geldhoeveelheid neemt toe zonder dekking. Nou, ik moet u zeggen dat de kwestie van de dekking van ons geld, en misschien dat straks daar andere deskundigen ook op kunnen ingaan, dat is, staat in de bankwet. In de bankwet en ook in de weekstaten zou u dat kunnen afleiden. Ik kan u wel vertellen dat in de wet staat, het moet minimaal 50. Er is daar een bepaalde rekenprincipe voor. En in de oude bankwet moest dat niet verder onder 30. Anders moet je nou weer gaan naar het parlement. Nou, ik kan u zeggen dat bij mijn aantreden als governor het iets over de 30 was. Dus ver onder de 50. En op dit moment is de dekking meer dan 90. Ik moet historisch nagaan of dat ooit al is gehaald. Maar u merkt het, ja, en daar ben ik zelf ook een beetje cynisch over. De dekking is heel hoog, maar de koers gaat daarmee niet omlaag. Dus dat heeft te maken met een ander fenomeen. In ieder geval laat het helder zijn dat de dekking, zoals gedefinieerd in de bankwet en op basis van die rekenprocedure, dat is totaal niet aan de orde. We zitten ver boven de vereisten en juist op een historisch hoogtepunt.
In kader van het Improving Environmental Management in the Mining Sector of Suriname, with emphasis on artisanal and small-scale gold mining, oftewel het MSAGS-project, is er invulling gegeven aan de uitvoering van een Target Sector Analysis TSA omtrent de kleinschalige goudmijnbouwsector in Suriname. Het doel van deze studie is om de vereisten voor een transitie naar een duurzame, kleinschalige goudmijnbouwsector te identificeren en te analyseren. De eerste bevindingen van de TSA in de kleinschalige goudmijnbouwsector werden op donderdag 17 augustus gedeeld met verschillende overheidsinstanties, dignitarissen, maatschappelijke organisaties en multinationals. U hoort mijnbouwdirecteur Preciosa Simons van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Vandaag, zoals we zeggen, een workshop. Het heet de Targeted Scenario Analysis van de kleinschalige goudmijnbouwsector in Suriname. Dit jaar in februari is er dus een Inception Workshop hiervan gehouden. De doelstelling is namelijk om de kleinschalige goudsector te onderwerpen aan de hand van twee methodieken die door de United Development Nations Program ontworpen zijn, de UNDP. En daarmee willen we eigenlijk tools aangereikt krijgen die het beleid van het ministerie, zeker de regering, kunnen helpen om de sector beter te organiseren en ook eigenlijk in de toekomst hoe wij beter mee kunnen omgaan. Want je begrijpt wel de kleinschalige goudmijnbouwsector. Suriname is geen uniek land op dit gebied. Als u even een Google search gaat doen, ziet u dat dit speelt over heel de wereld. En dit is iets dat nog nooit eerder, voor zover ik weet, gedaan is in Suriname. Dus eigenlijk zijn excellentie, de heer David Abiyamo, verschrijft daar geschiedenis hiermee. Omdat voor hem de kleinschalige goudsector ook dicht bij zijn hart ligt. En hierdoor wil hij dus invulling geven naar een duurzame mijnbouwbeleid. Dus vandaag hier, vanaf februari tot heden, hebben de consultants werk verricht, diverse stakeholders gepraat, ze hebben data vergaard en daarmee hebben ze dus, dat nu gepresenteerd wordt, middels grafieken, de verschillende scenario's. Je hebt de ene van business as usual, dat wil eigenlijk componeren, je doet niks, je laat dat gewoon. Maar de doelstelling is, je moet er al wat aan doen, we willen. Waarom is dit in kader van het MSAGS-project gedaan? U weet, Suriname heeft zich gecommitteerd aan het Minamata-verdrag. En daarbij staat quick-free werken. Kleinschalige goudsector, maar je begrijpt best wel ook gewoon van de ene dag als men gaat zeggen stop met iets, net als roken bijvoorbeeld, it's not going to happen. Dus in het Minamata-verdrag, we zijn nu bezig met onze nationale actieplan, waarin eigenlijk gefaseerd de quick verbruik willen verminderen. En hier heeft men ook dan dus naast business as usual het SEM gedeelte, natuurlijk duurzaam ecosysteembeheer, waardoor je eigenlijk dat van gefaseerd quick weghalen, maar niet alleen dat. Want men kijkt ook aan andere economische aspecten, zoals dat van de royalties, dat ook ter sprake gaat komen zo direct in de workshop. Hoe kan dat eigenlijk een toegevoegde waarde aan de kleinschalige goudsector brengen? En dat wil zeggen niet alleen aan de regering, de staat Suriname, maar ook voor de mensen zelf. Daarom zult u zien, de uitgenodigde hier, het zijn diverse stakeholders. Je hebt volksgezondheid hier, je hebt de mensen van de centrale bank hier, je hebt de mensen van de van FIU ook hier, je hebt de mensen van Roosevelt, C.J. Roosevelt Goldmans, Newmont die ook hier aanwezig zijn, de mensen van de deviezencommissie, de goudexporteurs, importeurs. Ik geef je al even nou het scala. De kleinschalige goudmijnbouwsector heeft eigenlijk een scala aan stakeholders. En wanneer wij werken, zeggen wij van
communicatie en collaboration, dus de twee C's, samenwerken en goed communiceren, overleg is belangrijk. Dus samen met hun kijken hier hun input, want straks zijn er werksessies, hoe we de aanbevelingen en conclusies de consultant straks gaan voorleggen, hoe dan hiermee om te gaan. Want uiteindelijk ligt het aan het ministerie om hiermee, dus niet alleen ik, de minister, maar iedereen. De diverse stakeholders, hoe we invulling kunnen aangeven. Ik zeg altijd, it takes two to tango. Alleen gaan wij het niet kunnen doen, maar gezamenlijk. En uiteindelijk gaat het voordelen opleveren voor de gehele samenleving. Dus wij willen daaraan werken. En zoals ik zei, het belangrijkste van deze analyse is ook, het is gebaseerd op data die vergaard is. Dit is eerder ook in Colombia uitgevoerd. En zo, dus we kijken hoe wij te weeg kunnen gaan hiermee. En ik ben heel blij dat we vandaag de verdere resultaten kunnen bespreken. En natuurlijk aan de hand hiervan kunnen we kijken hoe we verdere aanzet kunnen geven. Want u begrijpt best wel hieraan, dan kunnen we kijken hoe we ook een nationale plan van aanpak kunnen gaan bewerkstelligen. De Maritieme Autoriteit Suriname MAS heeft ook in Mongo de best geslaagde scholieren van het VOJ en LBO onderwijs beloond voor het leveren van excellente prestaties. In het kader van het MAS Excellence Award project heeft de leiding van de MAS op 17 augustus het bauxietstadje Mongo in het district Marowijnen aangedaan. Ook hier mochten de leerlingen onder meer laptops in ontvangst nemen. Op de eerste plaats, ten aanzien van dit onderwerp, de organisatie van deze dag, wil ik de directeur van de MAS hartelijk dank zeggen voor deze gelegenheid aan de kinderen, aan de scholieren. Kijk, studeren is moeilijk, maar als je ervoor gaat, als je alles op alles zet, dan kan je je doelen halen. Ja, en dit is echt een stimulans naar de leerlingen toe, naar de studenten toe, als ze weten van, aan het eind van het jaar word ik beloond voor het feit dat ik hard gestudeerd heb, dan gaan ze hun best doen. Want die studenten die moeten ondersteuning krijgen, allemaal door. Ze moeten push krijgen. En ik wil ook meegeven aan de ouders vooral, dat ze achter hun kinderen staan. Een boodschap dat ik heb voor de leerlingen in hun verdere toekomst. Door blijven gaan met hun studie. Ze moeten zich blijven ontwikkelen. Want alleen met je diploma's, wanneer je diploma's behaalt, ja, wanneer je jezelf hebt geschoold, je hebt jezelf ontwikkeld, dan ben je zelfverzekerd, dan ga je niet wankelen, ga je niet twijfelen, dan ga je recht door zee en dan ga je ook successen boeken in de maatschappij. Je gaat een mooie, goede toekomst tegemoet. Als je studeert. Ja, dat is de enige weg die jou kan leiden tot echt succes. Dit evenement dat vandaag georganiseerd is voor de studenten die geslaagd zijn. Het is echt een motivatie naar de jongeren toe die straks in de vierde klas gaan zitten. Ook de anderen die in de derde zijn gegaan. Want ze gaan het willen hebben. Like, ik wil een laptop hebben, dus ik ga ervoor. Het is een heel goede motivatie naar hun toe. En als boodschap wil ik ze zeggen, doe je best op school. Ga voor het allerbeste, zet je in. En laat je niet onderbreken door kleine makementen die op je weg gaan komen. Want als student maken we heel veel mee met wat betreft leren. Zet je in voor het beste en ga voor het beste. Als je je inzet en als je je best doet, je les op tijd leert, kom je wel daar waar je moet zijn. Je gaat je doelen bereiken, ren achter je dromen, streef erna en je zal het zeker maken. En dat was Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. Goedenavond.